Hey jongens, ja, het is gebeurd. Jordan Henderson is speler van Ajax geworden. En zoals ik al in mijn vorige filmpje vertelde, is het nu zaak om door te selecteren. Dat Ajax door blijft kopen. En ik weet het, Ajax is kat bij kast. Dat heb ik ook in mijn vorige filmpje verteld. Maar er moeten gewoon nieuwe spelers gecontracteerd worden. En dat is gewoon echt noodzaak. En ik was net eventjes aan het kijken bij de presentatie van Jordan Henderson. En ik las een comment van iemand van, nu Nicolas Tagliafico nog terug. En daar sluit ik me volledig bij aan. Ik denk dat dat gewoon heel vet is. Ik zei al dat Ajax een beetje op zoek moet gaan naar een Dani Alves type. Een vleugelverdediger die door blijft gaan. Een soort van linksback die door blijft gaan en spits kan aanspelen en middenvelders kan aanspelen. En die gewoon het hele veld doorkruist en tegelijkertijd ook nog hartstikke belangrijk in de verdediging is. Een soort pitbull. Nou, bij wie kom je dan uit? Bij Nicolas Tagliafico. En ja, ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Daar zal ik heel erg over zijn. Ik heb natuurlijk wel in de zomer heb ik een filmpje gemaakt op YouTube geplaatst over dat Swim Messi dat Nicolas Tagliafico zou moeten kopen. Dat heeft Sven Mislintat dat toen niet gedaan. Er was wel interesse in Nicolas Tagliafico van de zomer. En eigenlijk is dat helemaal ondergesneeuwd en heb ik er niet meer over nagedacht hoe vet het zou zijn als Nicolas Tagliafico weer terugkomt bij Ajax. Want dat is natuurlijk wel echt een legende geworden. En echt zo'n Argentijn die ervoor heeft gezorgd dat, dat Ajax weer een soort van toonbeeld is in Argentinië, in Zuid-Amerika. Dat Ajax een club is waar talentvolle Zuid-Amerikanen heen moeten. Gewoon om zich te kunnen ontwikkelen, om zich te laten zien. En dat begon bij David Neres in 2017. En snel volgde Nicolas Tagliafico. En vanuit daar is natuurlijk Martinez gekomen. En Alvarez, nou, die komt dan uit Mexico. Maar goed, je begrijpt wel wat ik bedoel. Anthony is gekomen en ik ben er heilig van overtuigd dat gewoon begon met Nicolas Tagliafico. Die gewoon geweldige wedstrijd speelde in de Champions League. Weet jullie nog die wedstrijd? Die 3-3 tegen Bayern München bijvoorbeeld. Of die wedstrijd in 2018 tegen AEK Athene. Toen hij nog dat prachtige doelpunt scoorde. Dat leek op een voorzet. Maar hij zegt zelf dat het gewoon zijn intentie was om hem erin te schieten. Zo. En hij was zo goed in het seizoen 2018-2019. Daarna nog steeds, maar anderhalf jaar geleden, bijna 2 jaar geleden toen hij naar Olympique Lyon vertrok, toen werd hij uit de basis gespeeld bij Ajax door Masraoui of was het Dest? Ik weet niet meer welke speler het was die op zijn positie speelde. Maar dat was wel heel jammer. Dat vond ik ook niet terecht, want Tagliafico, als hij bij Ajax speelt, hoort hij gewoon altijd in de basis te spelen. En het is gewoon een fantastische speler. Hij doet ook fantastisch bij Olympique Lyon, dus het wordt echt moeilijk om hem te overtuigen om weer terug te keren naar Amsterdam. Maar toen ik die comment las van die jongen, of meisje, het kan een jongen of meisje zijn, bij de presentatie van Jordan Henderson van nu Nicolas Tagliafico nog en we zijn weer een prima team. Ja, daar was ik gewoon heel erg mee eens. En ik zou het heel tof vinden als Nicolas Tagliafico terug zou keren naar Ajax. Dus ik denk dat het wel echt een must is. En dat het ook een noodzaak is voor Ajax. En dan heb je sowieso drie ervaren spelers. Steven Berghuis. Jordan Henderson die natuurlijk is gekomen. En dan heb je dan ook nog Nicolas Tagliafico uit 1992. Die is 31, wordt 32 dit jaar. Dus ontzettend veel ervaring. En je hebt nog Remco Pasveer, die is 40. En je hebt Roelie, dat is een keeper, die wordt 32 dit jaar. Dus dan heb je wel echt een spelers die veel ervaring met zich meenemen. En dat zou alleen maar goed zijn voor Ajax. En als Nicolas Tagliafico komt en je hebt Jordan Henderson gekocht, ja, dan moet er alleen nog in de voorhoede nog een speler erbij komen, denk ik. Want het middenveld, dat staat dan wel met Linsson, Henderson en Taylor. Ja, dat zou wel goed zijn. En dan hebben we ook gelijk de vervanger voor Tadic en Blind. Want daar staat Gerald Hato natuurlijk. En Soetalo, dat is natuurlijk de vervanger van Timber. Dus
Ja, dan hebben we eigenlijk voor alles hebben we wel wat vervangbaars gevonden. Dat zou alleen maar goed zijn voor Ajax. En nou, ik ben heel benieuwd. Nicolas Tagliafico, jongens. Ik heb er echt een half jaar niet meer over nagedacht. Maar ik zag het er staan en ik dacht maar zo'n... Daar moet ik een filmpje over maken. Nicolas Tagliafico, hoe vet zou het zijn als die terugkeert naar Amsterdam. Dus Jan van Halst, Alex Kroes, doe jullie best om Nicolas Tagliafico terug te halen naar Amsterdam. Want het zou legendarisch zijn als hij ook terugkeert. En dan heeft Ajax gewoon een hele vet selectie. Met Hato, met Vos, met Berghuis, met Bergwijn, met Taylor, met Brobbey. Ja, dat wordt echt. En Forbes, Soetalo, noem het maar op, jongens. Dat wordt gewoon echt een heel vette selectie dan. En dan is Ajax weer terug aan de top, denk ik. En dan kunnen ze er echt sowieso dit seizoen nog even meespelen om de derde plek. En ja, het zou fantastisch zijn. Dus ik kijk er heel erg naar uit, jongens, naar Ajax in twee seizoenshelften. En ik denk dat we 2023 gewoon moeten vergeten. En dat we ons moeten richten naar het heden. En ja, we gaan het zien, jongens. Bedankt voor het kijken. Fijne avond nog. Doei.